Mir Jankovic, you start with the loss. I thought you wanted more probably of this first game. We start with the loss. Ostende deserves 3 points and we have to congratulate them. They played a good game, intelligent game. We had too many problems with the balance in the first half and too many tactical problems to control the zone of Jonker, who was almost all the time free. And then we had too much counter-attacks. That's too much for this kind of competition, especially when you play an away game. We lost a lot of duels also behind, which is not happening very often to us, and in the midfield. Second half, we changed a bit tactically. We played with three behind. We took the second goal from our corner kick, which is too naive. And then at 2-1, we tried to push to go for the second goal. The tempo was good, and the mentality also. We did everything to put the big pressure on Ostende, and unfortunately we didn't score the goal. Even the game was open until the end. Too many counter attacks, and we can't be satisfied with this part of the game. 0 points. We have to remain very humble, small, to go on with the hard work and to prepare the next game. Congratulations to Eve and to Ostende. They deserve to win today. Goed. Bedankt en bedankt voor de analyse ook. Ja, Yves van der Hagen, ik denk dat je niet meer kon wensen van deze openingswedstrijd, zeker. Hè? Meteen een mooie 3-1 overwinning tegen toch een kandidaat play-off 1 ook. Ja, we zijn heel gelukkig met de 3 punten, dat is zeker wel waar. Maar toch vind ik dat Alexander misschien het verdiende overwinning van Oostende te gemakkelijk voorspelt. Want zo gemakkelijk was het allemaal niet. En we hebben zeker een aantal periodes in de match afgezien. En er waren zeker wel kansen. En inderdaad, tegenaanvallen waar we misschien iets beter konden doen in het besluiten. Maar ik was vooral in het begin niet tevreden over ons uitvoetballen. Ik denk dat we normaal altijd proberen van achteruit uit te voetballen. En daar hadden we ook problemen met de druk vooruit. En waar mijn verdedigers niet altijd de juiste keuze maakten, kwamen we niet echt in ons spel. Maar toch weet je dat we toch wel redelijk veel beweging hebben vooraan en wat snelheid. En dan is het altijd wel opletten geblazen om tegen een tegenaanval te vallen. Maar ik ben heel tevreden met de 3 punten. Dat is toch goed voor het vertrouwen. En dat is toch elke keer 6 weken toewerken naar die ene wedstrijd dan de competitie start. En we zijn heel zeker nerveus gestart. Je zag het ook. Ik had mijn spelers en ganse voorbereiding ook altijd heel bevrijd zien voetballen. Vandaag was dat misschien in het begin niet zo begrijpelijk. Maar toch verwacht ik toch wel wat meer als we balbezit hebben. En dat we dan tussen de lijnen nog gemakkelijker kunnen voetballen. Goed, de laatste 10 minuten was het een beetje pompen en verzuipen en dan valt die verlossende derde treffer. Ja, dat moet een enorme ontlading geweest zijn op die bank. Hè? Ja, dat wil ik wel zien, denk ik. Ik denk dat je dan wel weet dat de buit binnen is en dat we uiteindelijk ons beoogde doel gehaald hebben, dat we onze 3 punten aan de kust houden. En dan weet je al dat je inderdaad morgen vroeg een uitlooptraining hebt en dat je dinsdag er tegenaan gaat om dan Westerlo opnieuw proberen te kloppen. Opluchting is groot als je dan weet dat de 3 punten binnen zijn. Goed, bedankt. Yves van der Hagen. Goed, de vragen van de pers alstublieft. Ja, neem de micro alstublieft. Mag dat tegendoelpunt van Beckham dus zo, dat we zeggen dat juist op het moment van de vervanging, is dat een beetje symptomatisch voor de plug naar elkaar kijken en aanpassen naar de nieuwe speler? Of was dat een bewijs van symptomatisch van dat uitverdienen dan nog niet helemaal op punt staat? Nee, het is gewoon een stilstaande fase. Dat is gewoon met concentratie te maken, iedereen zijn zone nemen en het was Van Damme, denk ik, die helemaal alleen stond. Dus wat dat betreft moeten we daar beter in doen. En we hebben daar al heel wat op gewerkt. Verleden jaar zijn er ook heel wat doelpunten daarop gekomen. Dus we gaan daar verder heel veel tijd blijven insteken. En tonen dat iedereen toch heel alert met die fases moet omgaan. Ja, nog één vraag wat mij betreft. Het is opvallend, de fysieke kracht die je vraagt als spelers die ze ook leveren. Maar bijvoorbeeld Kannesen, die zat vandaag overal.
En ook zelfs in die verdediging komen enorm helpen. Ja, de overschakeling met die lange passen is zeer mooi. Mm-hmm. Maar is dat geen risico dat er ergens een bal inderdaad verloren valt? Als die bal goed komt, dan zijn het alleen door. En dat is een aantal keer gebeurd. En dus niet altijd met een goede pas dan besloten geweest. Maar Kanezin heeft de beste conditie van de ploeg. Dus die gaan we blijven gaan, hoor. Daar heb ik geen schrik van.